Een klein winkeltje midden in de Amsterdamse Jordaan. Dan zou je denken, een winkeltje, wat doet dat bij ACE-TV? Maar vanuit dit winkeltje, dus aanhalingstekens, hè, wordt per week 800 uur zorg verleend aan ouderen in Amsterdam. Hoe komt dat? Emiel, 25 jaar, zag tijdens zijn studie dat het beter kon. Menselijker, meer verantwoord. Daar gaan wij naar kijken. Emiel, goedemorgen, welkom bij ACE-TV. Goedemorgen. Als jij in de spiegel kijkt, wie zie je dan? Als ik in de spiegel zit, zie ik een hele gemotiveerde jonge man die elke dag daar eigenlijk weer klaar voor is om weer aan het werk te gaan en weer verder te gaan aan het bouwen van mijn organisatie. Ja, jouw organisatie. Kan je daar iets over vertellen? Wat doe je precies? Ik ben een thuiszorgbureau. Mm-hmm. En daarin verlenen wij zorg en we werken alleen met jongeren. Ja. Dus alleen maar met studenten. Tussen de 20 en de 30, zeg maar. Ja. Wat houdt jou daarin bezig, thuiszorg? Hoe komt dat? Hoe kom je daaraan? Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje per toeval gegaan. Aanvankelijk wilde ik ontwerper worden en mijn eigen fietsenlijn of mountainbikes en racefietsenlijn opzetten. Die studie liep spaak. Toen moest ik iets anders doen. Ik wist totaal niet wat ik moest doen. En toen ben ik eigenlijk gaan denken van ja, ik zou wel willen gaan ondernemen. En ik weet alleen nog niet wanneer en hoe. En wat is dan een branche die in de die heel sterk gaat ontwikkelen? Dat was de vergrijzing. En toen heb ik gedacht van nou, dan ga ik een jaar HBO-V doen, HBO verpleegkunde. Ja. Want daar had je ook gelijk het eerste jaar alleen maar stages. Of alleen maar het groot gedeelte ervan. Ja. En dat trok me wel aan. Dan dacht ik, heb ik mijn propeduis, dan kan ik daarna wel beslissen. Ja. En toen ben ik dat gaan doen en toen ben ik, aan de ene kant vond ik het, ja, ik was nog nooit met de hele medische wereld of de zorgwereld in aanraking gekomen. Ik was ook de enige jongen, of tenminste waren met z'n drieën, maar die twee vielen af uit mijn klas, of uit mijn jaar. En toen ging ik stage lopen en ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Ik had altijd bij leuke bedrijven gewerkt en als bijbaantje. En toen kwam ik in één keer in een verpleeghuis en in een psychiatrische instelling. En ik bij de thuiszorg terecht. Ja. En dat heeft me doen besluiten van nou, hier kan zoveel beter en zoveel leuker. En ik zou hier bij geen van het bedrijf zelf willen werken. Was er een bepaald moment, zeg maar, daarin waar je denkt, nou, nu ga ik er wat aan doen? Ja, dat was in het tweede jaar. Toen hadden we veel minder lesdagen. Dus het half jaar dat je op school zat, hadden we zoveel tijd dat ik dacht van ja, of ik ga nu nog wat erbij doen, aan studie of zo, of ik ga ermee stoppen, of ik ga ondernemen. En toen dacht ik, toen sprak ik geloof met iemand en toen dacht ik van ja, het is zo makkelijk, we kunnen eigenlijk gewoon beginnen. En toen ben ik gewoon begonnen, eerst met vier andere studenten en zijn we gewoon hulp in het huishouden gaan verlenen. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus eigenlijk gewoon handjes leveren aan mensen die dat nodig hebben? Ja, en ik ben begonnen met toen een elektronisch cliëntendossier gelijk te ontwerpen en te ontwikkelen. En op basis daarvan kon ik heel makkelijk mijn studie combineren met het aansturen van de andere hulpverleners. Want zij konden dan hun agenda bijhouden, rapportages schrijven. En hadden we eigenlijk al een beetje het zorgproces helemaal al vastgelegd op het internet. Grappig. Dus je gaat van fietsenontwerpen naar, je komt in verpleeghuizen. Ja. En denk je, hey, dit kan beter of dit kan anders. En, maar daar moet toch een vlammetje ontstaan zijn, een vuurtje, een vonkje ontstaan zijn. Van, hey. Ja, ik vond het daarnaast ook gewoon heel erg leuk, heel erg dankbaar. Ik had nog nooit mensen geholpen in de zin van dat je iemand gewoon helpt bij het leven. Mm-hmm. En het is gewoon zo ontzettend leuk dat je je creativiteit kan inzetten of je ideeën om iemand daadwerkelijk te helpen. Ja. En nou ja, daar krijg je zoveel voldoening van. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat triggerde mij nog extra. Van goh, wat zou toch mooi zijn als dat helemaal in balans kan zijn. En ondernemerschap en maatschappelijk goed werk verrichten. Maar dan, zit eigenlijk op een verpleegopleiding. Ja. Dat is een beetje misschien een plat woord. Maar ja, klopt. Maar tegelijkertijd moet je ondernemer worden. Ja. En hoe gaan de verdienmodellen daarin? Hoe kom je erachter? Heel veel research. Gewoon via het internet. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat leer je ook wel goed op de hogeschool. Ja. Want je leert heel goed waar je informatie kan vinden. En ik zat bij In Holland. En dat is toch een grote
een grotere organisatie van hogescholen. Ja. Dus daar was best wel veel contact. Ik heb wel heel erg mijn best moeten doen om binnen die opleiding te laten zien van ik wil ondernemen, wat kunnen jullie voor mij betekenen? Ja. En het duurde wel erg lang, vond ik zelf, voordat ik de juiste personen sprak. En, maar dat is ondernemerschap. En dat is natuurlijk ondernemerschap. Dwars doorheen te gaan. Ja. Ze maken het misschien zelfs expres niet al te makkelijk. Dat zou kunnen, maar ze waren het ook niet gewend, want zo is de zorg zit zo niet in elkaar. Je bent onderdeel van een heel groot systeem en er is geen ruimte om zelf nieuwe dingen nog te ontwikkelen. Terwijl als je kijkt naar de rollen van een verpleegkundige op hbo-niveau, daar zit bijvoorbeeld regisseur en ontwerper, zijn daar twee van de vijf rollen. Dus het wordt wel aan de ene kant gestimuleerd, aan de andere kant krijg je de kans ook niet. Ook op je stages hoor, dan vooral. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze me wel, heb ik er wel heel veel aan gehad. Dan bedenk je op een gegeven moment, met vier andere studenten begrijp ik, van oké, we gaan dat doen, maar wat moet er dan allemaal gebeuren? Je moet. Je zegt waar dan ze zijn gaan. Ja, zo zijn. Ik kwam op een gegeven moment achter dat Amsterdam Thuiszorg destijds €23 kreeg voor 1 uur hulp in de huishouding. Ja. En ik wist ook dat daarvan, ik geloof, €8,50 naar de hulpverlener ging. Dus ik dacht, daar zit die marge. Ik zeg, hoe kan dat? Dus eigenlijk, toen dacht ik, gewoon beginnen. En op een gegeven moment kom je er wel achter dat de schilder omheen, zeg maar. Hè, dus naast de kern waar de dienst daadwerkelijk verlenen wordt, dat die schilder omheen, dat best wel een kostbare, dat daar de meeste dingen zitten. Die geld kosten. Dus daar moet je creatief mee omspringen. Dus die schildermijn is eigenlijk alleen maar gemaakt om de hulpverlener te faciliteren bij het hulpverlenen. Ja. Het planningsproces, rapportages, precies. Contacten, communicatie, heel veel. De huisarts bellen, inderdaad. Dat soort dingen. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus je begint met 4. Hoe heb je dat gedaan? Is een BV of een stichting? Of, Nee, het is gewoon een eenmanszaak. Eenmanszaak? Ja. Met personeel dus? Wij hadden een constructie gemaakt met freelancers. En dat kon toen relatief makkelijk. Dus we hadden een constructie gemaakt waarin wij namens de hulpverlener factureerden. Waardoor zij niet daadwerkelijk bij mij in dienst hoeven te komen. En het enige wat zij dan, dat moet je dan wel goed uitzoeken allemaal, is dat ze meer dan drie cliënten in een jaar hebben. Ja. En je moet dan ook een beetje helpen bij het indienen van de inkomstenbelasting. Dat soort dingen waren dus opgenomen. Dus je bent echt een soort facilitair bureau. En wat ik niet wilde worden was een bemiddelingsbureau. Dus zo heb ik mezelf ook nooit geprofileerd. Waarbij ik alleen het ene naar het andere mee in contact bracht. Ik wilde ook invloed hebben op het daadwerkelijke zorgproces. Ja. En daar ben je nu hoe lang mee bezig? Inmiddels 4,5 jaar. 4,5 jaar. Ja. En toen je begon, toen had je een bepaald idee voor ogen. En nu sta je hier. Hè. Hoe is dat gegaan? Hoe is die groei gegaan? Die groei ging heel erg rustig. Mm-hmm. Er zijn wel momenten dat het in één keer, dat je dingen verbetert, waardoor er in één keer heel veel gebeurt. We hadden afhankelijk van twee verschillende posten gezien de groei. Aan de ene kant hebben we de hulpverleners. En aan de andere kant hebben we de zorgvragers of de hulpvragers. Wat altijd moeilijk is, om dat op elkaar af te stemmen. Mm-hmm. Ja, want dan op een gegeven moment had je een probleem met het vinden van goede hulpverleners. Nou, dan ga je daar heel veel tijd in investeren. En dan heb je weer een overschot aan hulpverleners. Ja. Dan moet je weer naar de cliënten toe. Ja. Want hoe kom je aan je klanten? Dat gaat allemaal van mond tot mond. En door al mijn verschillende stages binnen Amsterdam, heb ik heel veel contacten opgedaan. Dus in alle facetten van de zorg, zowel psychiatrisch als chronisch, als verpleeghuis, als thuiszorg, heb ik een hoop contacten. Dus, en zo gaat dat dan eigenlijk. Het is in de zorg ook meer, word je altijd een beetje doorverwezen. Hè? Dat is reclame maken, zeg maar, voor dat is en heel duur en het zal wel werken, maar het is niet de beste. Het gaat niet om reclame maken, maar iemand heeft een zorgvraag hoe komt die dan uiteindelijk bij jou terecht? Ja. Dat gaat via doorverwijs, dus via verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten. En die zeggen, god, dat is een leuke club. In je stagetijd al heel hard aan je netwerk. Ja, altijd mee bezig. Alles wat ik meemaakte was ik heel erg bewust. Al vanaf het begin van mijn opleiding eigenlijk al een beetje dat ik altijd in de gaten hield van ik wil gaan ondernemen. En dat ik gewoon altijd mijn voelsprieten uit had staan van wat gebeurt hier, wie is hier belangrijk.
Leuk man. Hoeveel klanten bedien je nu? Hoeveel ja, dat is een beetje moeilijk, want het gaat altijd om het aantal uren. Dus je kan één klant kan soms net zoveel zorg nodig hebben als 10 anderen. Ja, ja. Nou ja, we hebben het over ongeveer tussen de 50 en de 60 klanten. Mm-hmm. En ik geloof dat zo'n 800 uur per week is op dit moment dat wij leveren. Met 30 hulpverleners. Mm-hmm. En 3 teamers. Ja. En met teamers werken we nu 1 jaar. En dat is om dezelfde persoonlijke contact onderhouden. Want vroeger, ik wist gewoon alles van al mijn hulpverleners, van al mijn cliënten. Dat wist ik gewoon. Ja. En op een gegeven moment wordt dat te veel. En dan weet je niet meer wie wanneer hockey heeft. Of wie wanneer naar de dagopvang gaat. Nee. Of, dus het is nu een managementlaag tussen in feite. Ja, en dat is ook weer heel erg laagdrempelig. En dat ligt ook helemaal in lijn met hoe ik zie dat het eigenlijk wat een manager zou moeten doen. Dus daarom hebben we het ook een ander woord gegeven. Omdat het niet echt nog bestond hiervoor. Ja. Ja. Je bent nu bijna 5 jaar bezig. Waar ben jij over, laten we zeggen, 10 jaar staan? Nou, over 10 jaar zou ik in de grote studentensteden van Amsterdam eigenlijk verschillende buurtwinkeltjes hebben waar we nu in staan. Ja. Waar een aantal teamers aangekoppeld zijn en die dan zorg leveren in de stad. En ik zou heel graag het liefst de een naar belangrijkste speler zijn hier in Amsterdam op het gebied van praktische hulpverlening in en om huis. En dat alleen maar doordat studenten een aantal uurtjes wat erbij doen. En dan... Dus het is ook tegelijkertijd een heel sterk studentennetwerk in feite. Ja, heel erg. Je gebruikt studenten als werknemer. Ja. En dat doe ik ook bewust, omdat ik heel graag wil dat we gewoon helemaal met de schone lei beginnen. Mm-hmm. Want er is niet alleen sprake van een vergrijzing, maar ook van een dubbele vergrijzing. En het is gewoon heel erg belangrijk dat jongeren gemotiveerd worden om in de zorg te komen werken. Mm-hmm. En net zoals ik dat destijds zag hoe boeiend dat is, dat zij dat ook kunnen doen. Ja, ik merk ook wel dat in mijn generatie dan, dat daar een soort verschuiving ook is. Dat je ook gewoon graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren. En alleen maar met een hele nieuwe groep mensen kan ik denk ik ook op een hele nieuwe manier zorg verlenen. Ja. Dus je gaat echt op jouw manier dwars door zeg maar, de bolwerken heen, denk ik. Ja. Want het zijn toch een beetje gevestigde bolwerken. Klopt. Al die hele grote fabrieken met veel managers erin. En die mensen hebben ook veel littekens. Dus ik heb wel eens geprobeerd om ook met mensen die al wat langer in het vak zitten. Maar ik merk gewoon heel erg dat die... ik noem een lid, maar die hebben gewoon al heel veel eelt en heel veel, die hebben al zoveel meegemaakt dat ze eigenlijk bijna ook zelf niet meer op een andere manier kunnen denken. Ja. Dus, wat is nou jouw grootste uitdaging hierin? Grootste uitdaging hierin is om het balans te vinden tussen wat ik zei, het maatschappelijk en het ondernemerschap en je individuele doelstellingen, zeg maar. Dat is altijd heel erg moeilijk. En wat ik ook altijd een uitdaging vind is om... Ja, we zijn toch afhankelijk van de overheid. En zoals nu, als we nu weer verder willen groeien... dan is het van belang dat we een aanbesteding gegund krijgen volgend jaar... Ja. Van de gemeente om zorg te leveren. Mm-hmm. En dat zijn gewoon hele erg bureaucratische processen en trajecten... die mij totaal niet liggen, maar ik wil daar toch... doorheen komen. Want doe je dat dan in je eentje of zoek je daar mensen bij die daar weer verstand van hebben? Dat soort processen? Dat doe ik, ja. Dus ik ga nu toch met een gevestigde consultancy bedrijf in zee en ik ben overgestapt van boekhoudkantoor om het toch allemaal ook op papier gewoon zakelijk gezien ook wat beter naar buiten te brengen voor de mensen die er veel waarde aan hechten. Ja. Ja, maar goed, dat zijn andersoortige criteria. Die kijken niet puur naar jouw passie, maar gewoon... Van wat kun je en getalletjes en continuïteit. Ja. En waar we dan bijvoorbeeld tegenaan lopen, is als wij willen meedoen aan de aanbesteding, is dat we het voorgaande jaar een omzet van 2,5 miljoen bijvoorbeeld gedraaid moeten hebben. Nou, op die manier is er nooit ruimte voor nieuwe toetreders op op de markt. Nee. Nou, en daar wil ik me dan wel heel erg sterk voor maken. Van, goh, mijn ervaring met aanbestedingen, niet in dit segment, is maar dat je hoeft niet altijd aan alle eisen te voldoen. Als je maar heel goed kan uitleggen, inderdaad, waarom jij beter bent. Hè, ja. En dan
Toevallig mist er een nulletje of twee nulletjes. Maar ze moeten wel zien dat het, je moet dan op andere punten scoren. Want ze werken aan de hand van een soort scorenlijsten bijna. Ja. Dus als jij goed op kwaliteit of persoonlijke aandacht of op andere dingen die hier in de stad bijvoorbeeld spelen, hoger scoort, dan kan je er toch weer uiteindelijk bij de optelsom hoger uitkomen dan iemand die wel aan de juiste voelt. Ja. Hoe spiegel jij je? Want je bent nog niet heel erg ervaren. Nee. Aan de andere kant ben je eigenlijk een heel groot ondernemer. Hè? Want je moet dwars door alles heen en je hebt al heel veel mensen lopen. En, waar haal jij dat vandaan? Ik heb veel vrienden die ook ondernemer zijn. Mm-hmm. En dat is wel leuk, want dan hoor je ook meer uit het bedrijfsleven of de media. Dat is heel erg fijn om daarmee te sparren. Want dat is leuk, want uiteindelijk lopen ze ook tegen dezelfde soort dingen aan. Voor de rest ga ik graag naar een bijeenkomst of congres. En dan laat ik daar in ieder geval. Dan kom je ook gewoon weer in contact met andere zorgverleners en andere bedrijven die hetzelfde doen als wat ik doe. Ja, niet helemaal natuurlijk, maar die wel zorg verlenen. Ja. En ik kom uit een gezin waar veel ondernomen wordt. Mm-hmm. Dus daar heb ik toch ook wel een hoop aan. Denk ik. Een warm mandje thuis om, hoe zou ik dit eens aanpakken? Of ik loop daar tegenaan? Hoe kijk jij er tegenaan? Ja. Grappig. Ja. 5 jaar bezig bijna. Waar ben je nou het meest trots op? Dat het idee wat ik helemaal had aan het begin, in het tweede jaar van mijn opleiding. Ja. Als ik kijk naar dat bedrijf, dan wil ik helemaal niet naar uitzag om dat te maken. Maar als ik dat dan teruglees, dan zie ik gewoon dat ik exact heb bereikt wat ik wilde. Ja. Dus de zorg leuker maken. Zorgen dat je op een leuke locatie zit hier in de Jordaan. Ja, er zit een prachtig plek hier natuurlijk. Hier. Ja, is het, inderdaad. En dat het systeem ook werkt met die teamers. Dus dat je op een gegeven moment een band opbouwt en dat je ziet dat er talent zit bij sommige van mijn hulpverleners die ik al had. En dat je een sfeer krijgt en een hele gezellige boel. En dat je echt een organisatie begint te worden, zoals ik het graag wil. Hoe waren de reacties toen je begon of je idee had? Ja, met heel veel gelachen. Ja. Vooral, want ik had niet echt vinden die uit te zetten. Het was een beetje echt van, wat doet die nou weer? En wil je dan verpleegkundige worden of zo? Of billen wassen? Hoe ga je daarmee om? Ja, ik vond dat altijd wel leuk. Maar aan de ene kant. Maar op een gegeven moment denk ik, dat was wel een leuke grap. Maar die grap duurt wel 4 jaar nu. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment heb je wel dat je, dat was ook dat tweede jaar, dat je dat heel jaar gedaan. Dat je echt denkt van nu moet ik ook wel echt wat gaan doen en het allemaal wel ook serieus nemen. Ja. En, wat is je grootste fout geweest? Of vergissing? Of leerpunt? Oh, wat grappig dat je dat zegt. Het is niet iets wat gelijk dan bij mij naar boven zou kunnen schieten. Nou, ik heb wat wel een leerpunt is geweest. Ik heb altijd op mijn school, dat vond ik altijd een verschrikkelijk iets, zeg maar. Hè? Dus dat was altijd heel erg moeizaam om dingen te doen, om gemotiveerd te blijven of te raken. En dat ondernemerschap, opeens lukt dat allemaal wel. Dus ik ben ontzettend gemotiveerd. Ik doe heel erg hard mijn best. Ik denk dat ik, het is bijna niet te vergelijken als vroeger, als ik het moest leren voor een tentamen of voor een, voor een toets. Het gaat allemaal vanzelf. Ja. Dat was een hele fijne bijkomstigheid, want daar had ik de meeste onzekerheden over. Van ik heb wel leuke ideeën en zo, maar hoe zorg je er nou voor dat het echt gewoon maar gaat beginnen? En wat ik dan ook een leerpunt is dat je gewoon iets kiest en dat je eigenlijk vasthoudt aan het globale idee wat je gewoon had. En dat je, ook al gaat het even niet, gewoon maar weer doorgaan en dan het grote plaatje voor ogen houden. Dus ik denk ook altijd in sferen en dat sfeerbeeld vasthouden en niet opeens maar weer wispelturig worden en maar weer iets anders gaan doen. Wie inspireert jou? Ik ben in de tijd dat ik hulpverlener was of bij de stage liep en dergelijke, ik ben nog steeds heel blij, heb ik gewoon wel collega's gehad die me wel echt inspireerden. Dat ik echt zie hoe zij dat met toewijding doen en hoe zij de communicatie tussen de zorgvragen en hoe die aan het werk zien gaan, dat inspireerde mij bij sommige mensen. Ik dacht van, dat vind ik een mooie manier van werken. Er zijn ook wel, zijn ook wel ondernemers. Of ik kijk een hoop op internet. Dat moet ik ook niet te veel doen, want dat demotiveert soms als je ziet dat andere mensen al met hetzelfde idee, wat bijvoorbeeld buurtzorg is, een concept wat in 3 jaar als een paddenstoel uit de grond is geschoten. En
Ja, dat was eigenlijk exact hetzelfde idee als waarop ik afstudeerde. Dus mm-hmm. de verantwoordelijkheden en dergelijke terugbrengen naar de wijkverpleegkundigen. Ja. En in kleine wijkteams die zorg verlenen zonder hele grote overkoepelende organisatie mm-hmm. of managers daartussen. En dat startte ongeveer gelijkertijd of eigenlijk een jaar later. En ik had nog niet de kennis om dat ook te doen, maar ik had het wel gezien en ik zie nu hoe dat gaat en dat vind ik dan wel aan de ene kant heel erg mooi, maar aan de andere kant baal ik daar ook van, dat ik dacht van god, als ik dat nou maar eerder had. Je kan nog 50 jaar ondernemen, joh. Dus ja, en dat is waar. En die man is inmiddels geloof ik 50, dus in die zin heb ik nog wel enige goed te halen. Okay. Vanuit hogeschool, ondernemer geworden, nu een jaar 5 ondernemer. Wat zou jouw advies zijn richting studenten, jong ondernemers? Je bent nu zelf ook weer ondernemer. Ja. Wat is daar het belangrijkste wat ze moeten doen? Zo snel mogelijk gewoon beginnen. Mm-hmm. Dus gewoon zoek iemand uit, dat had ik toen ook gedaan. Iemand waarvan je denkt van, goh, dat klikt. We willen gewoon allebei het samen. We durven allebei eigenlijk de stap niet helemaal te nemen. Want uiteindelijk, als je heel goed gaat nadenken, dan... dan is het, zijn heel veel dingen vaak geen goed idee. Dus op het moment dat je er enthousiast over bent en je hebt er wel lang genoeg over nagedacht, moet je wel gewoon zo snel mogelijk gewoon beginnen. Want dan gaat het rollen. En vanaf dat moment komen er gewoon echte problemen op je pad die je weer kan oplossen en weer door kan gaan. En, dus gewoon echt gewoon zo snel mogelijk beginnen. Want je hebt maar één, het is zo'n ideale situatie waarin je niet financieel afhankelijk bent, 4 jaar lang. Ja. En eigenlijk zeeën van tijd hebben, vrij bent en een hoop midden in een netwerk staat waar je heel veel mensen uit kan benaderen. En ook op sociaal gebied ben je druk in de weer natuurlijk in die tijd van je leven. Dus gewoon beginnen en zo snel mogelijk. Okay. Dus dat zou ik adviseren. Je hebt een mooi bedrijf, dankjewel. Ja, dankjewel. Blijf staan. Dit was ACTV, bedankt voor het kijken. Een prachtig bedrijf. En volgende week weer een andere ondernemer. Dankjewel. Thank you.